Hallo beste kijkers. Hallo. We gaan lekker nat worden, want we gaan diep in de oceaan zwemmen. Please do not copyright us under the sea. Ja, nou laten we gaan continuen. Het verhaal gaat beginnen. Oké, als eerst hebben we de moordenaar, Luus dan. Sindsdien is de moordenaar teruggevonden. Hallo. Kan je hier op klikken? Mogelijk, misschien gewoon overal ergens. Het is wie? Oh ja, Elil. Ja. Dat is onze beste makker, toch? Wat is dit? Wat voor demon heb je nu al opgeroepen? Oh ja, dat is waarschijnlijk de dialoogboek. Wat is dit? Dat je doorskipt. Oh shit. Wat voor demon heb je nu al opgeroepen? Oh, ik ben wakker. Oké. Goedendag, politie. Oh, dit zeg ik toch? Nee, dat is hij. Oh, oké, wat moet ik dan? Je moet daarop klikken. Oh, ja. Wauw, we kunnen kiezen tussen dingen die we zeggen. Ja, precies. We kunnen kiezen. Vis, sushi, gekookte vis, gebakken vis. Wat denk je wat u wil worden? Gekookt, dat is makkelijker, want hij zit al in het water. Ja, maar dan moet je weer de hele zee opkoken. Oké, hij zegt dat we niet zorgen moeten maken. Oké. Ik kan Engels! Wauw. Onze oude vrienden. Wie zijn onze oude vrienden? Weet ik veel. Wij zijn toch onze geheugens kwijt. Oh ja. Ze hebben onze hulp nodig. Ja. Waarom hebben ze onze hulp nodig? Wat kunnen wij wat zij niet kunnen? Goden spelen. Ja. Dat zal ik zeggen. Dit? Ja. Ja. This is part of your arrangement, buddy. Wow. Dus dan, jij moet echt eens een keer ophouden met wat voor demonie allemaal aan het oproepen bent. Ja. Eerst een pratende vis. Daarvoor een roze unicorn met een hoorn op zijn kop. Ja, daarvoor een springende fluffbal. Ik stop er morgen mee. Oké, dit is hoe we het altijd gedaan hebben. Het werkt, oké? Get to guide you and make sure you know what's up. Ik zit hem even hard. Oef, ik hoop dat niet altijd hard is voor de kijkers. Nee, daar heb ik van tevoren rekening mee gehouden natuurlijk. Je moet keuzes maken. Zonder dat je weet wat voor zorgen last die op. Ja, oké. En nu? En het is beter als wij de keuzes gaan maken. Wauw, waarom spelen wij dan het spel? Oké, trauma. Laten we bewegen. Oké. Bewegen? Hij zit hier over in de rolstoel. Bewegen? Bro. Damn. Wow. Moet je kijken. Zijn wij een vis? Ik kan omhoog, ik kan omlaag. Ik kan omhoog, ik kan omlaag. En ik kan boosten. Misschien shift. Oh, dat is shift, ja. We zijn een vis, hè? Interact is klikken. Waar is die demon? Weet ik veel, misschien terug naar de kracht van de hel. Oh ja, dat is wel makkelijk over wij dat niet te regelen. Oh, het gebeurt er. Nou ja, in ieder geval. Wow, dit is gewoon een hele onderzeese beschaving. Oké, jongens, Stan heeft de Atlantis gevonden. Vang hem dan nu maar weer op. Ja, misschien is het wel een hele andere Atlantische beschaving. Misschien is het wel een Pacifische of een Indische. Wow, dit ziet er wel trippy uit. Oh, daar is hij hoor. Wow, en hier zijn onze oude vrienden. Oké, hij is gek geworden. Jongens, bereid Armageddon maar vast voor. Oké. Okay. Ja, wat een crew. Helemaal niemand die ik zie. Anger and kindness are at odds. Dus ja, hij is aan het dichten. Nee. Want hij, jawel, God schijnt op odds. Dat zie je toch? Je hebt vriendschap en woede, de twee zijden van dezelfde munt zijn. Een god wiens honger en nieuwsgierigheid geen lijn heeft. Ja. Oh, dit is een god van vriendschap, rivaliteit en vreugde, zon die geen ene fuck boeit. Dat klinkt als een god voor mij. Een god die de universum en al zijn geheimen kent en heeft gemaakt. Wauw. Dat klinkt als een oppergod. Een god van alle wijsheid
En die alles ziet. Wauw, dat klinkt als iets waar ik me heus geen zorgen over hoef te maken. En natuurlijk... Darkness. Oh, dat is Elil. Dat zie ik al. Ja. Hij gaat ons verraden, dat zie ik meteen. Is het Jordan Heiner? Ik vind deze wel wat minder mooi getekend dan die andere, sorry. Is that you or not a bad likeness? Ik ga voor, is that you? Ja, we gaan hem gewoon meteen betrappen. Kijk, hij doet al heel erg verdacht. Hij weet dat we hem doorhebben. Wow, heeft hij hier jaren over gedaan om dit te tekenen? Ja. Hij heeft gewoon zichzelf getekend en noemt zich een god. Misschien ja. Zat hij al daar vast. Is hij eruit gebroken? Which of these gods is gonna create a new world this time? Ik denk hij. Ja, maar geen leuke. Wij kunnen er gewoon manipuleren. Hoe weet jij dat? That all depends what advice you give them. Oh ja, ja. But you never know who will be the next creator. Dat ben ik. Or what kind of world then? Gaat de sushi! Ja. That's my favorite. So is my. I like sushi. Wow. Hij heeft je gewoon gehoord wat je zei. Hij is waarschijnlijk die alwetende god of zo. Misschien is hij wel die. Misschien is hij wel duisternis. Zie die ogen van hem? Zie die tanden? Nee, hij is best wel licht. Die ogen, die tanden? Kijk hoe dat licht. Bij het één keer in je haakje, die ben je helemaal kwijt. Ik zeg het je alvast. Oh ja. Just find that will be fine. Wow, dat is leuk. As for me, yes. I'll be in my cave. Ja, ga jij helemaal lekker niks doen? Gaan wij maar weer de goden overhalen. Overhalen, manipuleren. Wij zijn Loki. We gaan ze bedreigen. Loki bedroog niemand. Jawel. Hij manipuleerde, bedroog, vermoorden. Hij bedrieg. Nee, hij heeft nooit iemand bedreigd. Hij dreigt niet, hij doet. Wat zegt hij allemaal? Volgens mij is hij echt duizenden zinnen gezegd. Helemaal niks gezegd. Alleen dat van de goden was interessant. Even kijken, dit ziet er wel cool uit. Ik weet niet waar ik nu naartoe ga. Dit is zijn hol. Oh ja. Bijna vergeten. Dit is waar ik 20.000 jaar vast heb gezeten. Een teleporter. Wow, cool. En nu is het idee van reizen een beetje weg. Ah. Oh. Oké. Okay. Take a look, you'll see what I'm gonna catch later. Wow. Misschien is dat toch niet zo'n hol. Misschien moet hij hier omhoog. Nee, ik denk dat hij daar al lang uit ontsnapt is, want hier zit gewoon een deur. Dat is toch geen deur? Een deur heeft een gat met een werkend blok hout in. Dat hoeft niet. I see the light. Oh. Sonar, wat is een sonar? Dat is een... Jij bent de ingedrukt houden. Oh, kelp forest. Cool. Okay. Jij bent als het ware de grote wetenschap, natuurkundige tussen ons. Ik heb een kader gedaan. Ja. Maar wat ik weet van sonar is dat het golven uitzendt door water. Waardoor je dus... Oh ja, wat is dat maar jij bent meer de techniek en de Engels persoon. Dit is een steen, denk ik. Dit is een... Oh, zullen we daarmee praten? Oh. Dat is wel familiar. Wauw, yes, bedankt. Jongens, het is ik heb vanochtend nog deo opgedaan hoor. Ik kom net nog onder de douche vandaan. Hier is wat advies. Wauw, bedankt. Always trust your name. Oké, dat is een fijne tip, maar die pas ik al lang toe in het dagelijks leven. It is smell good. It is smell funny. Walk away, mate. Walk away. Ja, hoe kan ik dat ruiken? Wow, bedankt voor deze tip, maar vis. Ik vertrouw die ene vis niet. Kijk wat er boven is. Wow, we kunnen gewoon naar het oppervlak. Wow, cool. Kunnen we er ook uit? Nou, dit was het in ieder geval. Tot ziens. Tot de volgende aflevering.